News came of a mysterious land lying beyond the Iron Hail, prompting the clan elders to send their bravest warriors. They sailed through fog and storms, navigating the treacherous Iron Sea, until they finally reached the shores of Northgard. Het is weer maandag en dan weet je, het is tijd voor een epische indie spotlight. En jazeker, die is heel erg episch, want Soraya heeft een RTS gespeeld. En ze is eigenlijk helemaal niet zo heel strategisch, maar toch nam ze het op zich om Northgard te proberen. En dat is eigenlijk iets waar we Daniel hiervoor in de plek zouden moeten hebben, want het is een vikingspel. Ja, absoluut. Een keiharde vikingspel ook. Ja, dus gewoon onthoofden, vrouwen verkrachten, bier drinken, let's go. Nou nee, niet zo heel erg, maar je had inderdaad wel gelijk. Ik ben absoluut geen RTS'er, dus mocht ik iets zeggen waarvan je denkt, oh my god, zo'n vrouwenopmerking. Komt vooral dat ik geen RTS'er ben. Ik ben meer Leroy Jenkins. Ik kan niet wachten. Ik ren ook af en alles wordt dood. Maar deze game wist zelfs bij mij gewoon nog een goed plekje te raken. Oké, dus lukte het ook om te Leroy Jenkinsen, dat je gewoon zonder voorbereiding ergens erin stond? Nee, en het wordt eigenlijk ook heel snel gewoon afgekapt, want ik ben natuurlijk heel braaf begonnen met de campaigns van what the frick moet ik doen hier? En daarin, ja, het begint ook heel vikingachtig, want jouw dorp wordt namelijk door een andere clan overgenomen. Jij bent de enige die overleeft, dus jij moet wraak nemen, want jouw vader is vermoord. Oh, dat is echt weer zo'n Batman verhaal, hè? Dat heerlijk. Ja, leuk. Oké. Er zit een campaign in en die neemt je dan mee. Wat beleef je dan allemaal in dat strategische landschap? Nou, het is eigenlijk dus het doel dat je inderdaad gewoon je vader revenged. Maar daar tussendoor kom je allemaal kleine dingen tegen. Zoals je begint echt, je bent natuurlijk uit je land weggejaagd, want anders begin je ook dood en je moet weer terug. Dus dan moet je eerst heel klein genoeg hout krijgen om een bootje te maken. Dus dat vind ik fijn. Ik denk, ik weet al niet wat ik doe. Dus dat is heel fijn. En daarna kom je het eerste keer op het land, maar dan kom je ook wolven tegen die je moet verslaan. En dan kom je een andere clan tegen die bevriend was met jouw vader. Alleen die zijn in nood, dus daar moet je heen. En dan moet je de wolven daaromheen. Nee, telkens kleine stapjes. Dus er zit geen tutorial bij, dat leren gaandeweg. Dus dat vond ik heel tof. Okay. En het uiteindelijke doel is natuurlijk om genoeg fame te hebben gehaald om alsnog het kroontje op je hoofd te zetten en te zeggen, our back. Ja, dus dat is dan ook het einde van het verhaal of is dat pas waar het begint? Dat je dan een beetje een eigen clan hebt en dan dingen gaat doen? Nee, je kan daarna op zich wel verder, maar de campaign is natuurlijk niet het hoofddoel. Want je hebt daarnaast ook nog een singleplayer en een multiplayer. Dus je hebt best wel verschillende modi waarmee je aan de slag kunt. Ja, dus singleplayer is een beetje skirmish-achtig, denk ik. Dus dat je dan verschillende random, of ja, niet randomized, maar dan in ieder geval dat je allerlei verschillende campagnes uit kan vechten. Ja, ja, dus singleplayer is echt gewoon wat we, in ieder geval één van vroeger herinner, Age of Empires, wil je alsjeblieft, ga maar, je moet gewoon de grote in de westen worden, je wordt af en toe aangevallen en zo. Ja, dus vind ik wel leuk dat je Age of Empires aanhaalt, want ik zag wat screenshots en ik dacht, oh, het is een soort van, weet je wel, brengt een beetje dat gevoel van Age of Empires 2 terug, maar dan heel erg viking gebaseerd en het ziet er ook best wel fraai uit naar mijn idee. Absoluut. Hoe is het in gameplay te vergelijken? Want neem bijvoorbeeld zo'n Age of Empires 2, is het ongeveer dat, weet je wel, gewoon lekker klikken en terug naar je basis, inderdaad dat hout verzamelen, die wolven killen voor vlees of zo, is het dat ongeveer? Nou, het is dat en meer. Want wat je dus ook hebt, is dat de seizoenen veranderen. En je moet elke keer gaan voorbereiden op de winter. Want bepaalde dingen kan je in de winter niet doen. Winter is coming. Maar keihard ook, want in de winter kan je niet farmen, je kan niet vissen. Weet je, allemaal zulke dingetjes, dat kan gewoon niet. Dat is een leuk extra element. En dat past ook weer lekker bij die viking, zou ik zeggen. Dat is prachtig. En wat nog iets is, waarvan ik echt dacht van, shut the door. Ja, af en toe, je hebt dan een tijdlijn, die zie je er onderin, die zie je er voorbij komen. Weet je, daar ben je niet actief mee bezig, maar af en toe staat er gewoon een groot uitroepteken. En dan gebeurt er iets hectisch. Het kan zijn dat er een tornado over je land heen komt, of een aardbeving. En dan moet je natuurlijk ook weer je huisjes gaan herstellen. Als je dat nou niet op tijd doet, dan fikt de hele boel weer af en dan kan je weer opnieuw. Ja, het is echt. Het doet me ook een beetje denken aan Age of Mythology. Ja. Nota bene zaten daar natuurlijk ook al vikings in, maar dan had je dan ook, weet je wel, dat je een earthquake kon triggeren of een tornado of zoiets. Het is wel leuk dat ze daarmee spelen. Het is bizar. Juist die details zorgden er voor mij voor dat ik echt dacht van, oh, damn, je bereikt nog een ander niveau. Het is niet alleen maar, oké, weet je, ik maak even het perfecte dorpje en ik breid steeds meer uit. Je moet ook weer echt terug naar de basis, anders gaat daar alles gewoon kapot. Ja, maar dat vinden we ook wel leuk dat dan een soort van, ja, niet randomized, maar dan willekeurige evenementen kunnen gebeuren. Want dan kun je niet een soort van optimale playstyle maken, want er kan gewoon iets gebeuren wat dat ruïneert.
Tegelijkertijd zou ik dan wel weer denken dat dan bepaalde echt strategiefans zouden zeggen, maar ik wil juist een game waarin ik heel erg de optimale manier van spelen kan vinden. Maar ik vind het wel weer leuk dat ze daar dan mee spelen in Northgard. Dat ze zoiets hebben van, ja, weet je wel, je kunt wel een leuke goede strategie hebben, maar af en toe fucken we je gewoon lekker op. Ja, weet je, dat maakt echt eigenlijk het verschil tussen gewoon een build game en een guard game. Ja. Want dan heb je hier veel meer ook in. Je bent inderdaad niet alleen maar aan het bouwen. Je moet gewoon ook gaan participeren op de dingen die er gebeuren. Ja, leuk. Ik vind absoluut. Dat goed klinken. Het is echt heel tof. Oké, maar het is een indie. Het komt van een onbekende studio. Onbekend in ieder geval. Het komt van een kleine studio. Het heeft heel lang in Early Access gezeten. Ja. Het is er nu uit. Hoeveel dokken we er nu voor? Ja, dat is wel een beetje... Ik dacht, voor een indie schrik je ervan af. Maar aan de andere kant denk ik, als we kijken naar de game en hoe rijk het is, valt ermee. Het is €28 en nu was in aanbieding voor 21 of zo. Ja, dat is altijd wel fijn als ze dan die dingen uit Early Access komen en zeggen, hé, maar wel even laag tarief, let's go. Ja. Dat kan op zich wel. €28, ja, denk je dat het genoeg biedt met die campaign, singleplayer, ja, multiplayer, om echt leuk te blijven, dan vooral ook voor die strategiefans? Ja, echt zonder twijfel, absoluut. Wat je ook kan doen is in je singleplayer, dan kan je verschillende clans kiezen. En elke clan heeft natuurlijk ook weer zijn eigen perks en zijn eigen dingen die tegenwerken. Het zijn die kleine dingen waarvan ik echt denk, dat je, ik als niet-RTS'er denk, oh, leuk. Maar ik kan me voorstellen, als je het vaker doet, je denkt, dit ben ik nog niet tegengekomen. Of dit zorgt echt voor dat het rijker wordt, dat ik met de andere clan ga proberen te spelen. Dus het is wel je replay value die daar ligt. Absoluut, dat zit een kaart in. Maar ook in de campaign, want aan het begin dan staat, oké, dat je de bonussen die je krijgt, die je kan behalen, die komen pas tevoorschijn als je het nog een keer speelt. Oh, ja, ja. Dus ergens vond ik dat wel een goedkope manier, maar dacht ik, ze triggeren het een beetje. Ja. Maar ik snap ook wel, weet je, heb je die hele campaign doorgespeeld? Dat je, ik begin opnieuw, want ik snap nu hoe alles werkt. Oké, ja, dat is goeie. Ik ben vooral ook benieuwd of ze het nog uit willen gaan breiden. Want je ziet natuurlijk heel vaak als games uit Early Access komen dat ze nog steeds niet helemaal klaar zijn. Is het zo'n ontwikkelaar die nou dingen erbij gaat gooien voor free? Of misschien met DLC en met uitbreidingen? Of is dat nog een beetje out there in the open? Ja, dat staat nog een beetje vrij allemaal. Wat ik wel heb gemerkt, in die Early Access hebben ze wel echt veel aan de game gewerkt. Want heel veel spelers gaven aan, joh, de clans die zijn, de een is overpowered en de ander is juist te sterk. Maar dat hebben ze heel goed aangepast, nu het eigenlijk allemaal goed gebalanced is. Dus dat hebben ze allemaal eruit gehaald. Ja, en nu verder, ik kan me zo voorstellen dat er echt uitbreidingen komen. Ja, nou ja, misschien is dat wel de toekomst voor Northgard. Ik ben benieuwd. Het ziet er in ieder geval uit als iets wat ik ook zou willen spelen. En vooral, ja, echt, ik zag één screenshot, ik denk, Daan, waar ben je? Speel het. Ja, precies. Hij is onze in-huis viking, zeg maar. Dus dan heb je zoiets van, hij houdt ook van Age of Empires. Dus dit voelt als een game die hij ook heel erg zou kunnen waarderen. Ik ben benieuwd. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jij er zo van vindt. Als je het zo ziet, zou je Northgard een kans willen gunnen? Laat het ons vooral weten. Absoluut. En dat was het voor deze week voor Indie Spotlight. Laat ons weten of je ook nog andere leuke tips hebt voor indies die we misschien moeten proberen. En wat je vindt van Northgard. Ja, graag. Want dan kreeg je inderdaad ook een opmerking. Ja, hoe komen jullie op die indie games? Worden we af en toe uit de krochten getrokken? En dat is ook zo, want ik heb hier een hele sterke meneer naast die eigenlijk alle goede indies al eruit weet te pikken. Ik snatch alle goede indies voor Soraya weg. Dat is juist goed. We zijn aan het knokken. Ja, een beetje. Maar ik trek ze gewoon overal en nergens vandaan. Weet je. Of dus via de mail, ik zie via Twitter heel vaak dingen voorbij komen, Steam. Dus eens, op maandag kan het zijn dat je af en toe denkt, Soraya, waar heb je dit nou weer vandaan gehaald? Maar wees gerust, de goede, die komen ook wel bovendrijven. Ja, zoals Northgard. Ja, of misschien nu ook in de comments. Ja. Let us know. Laat het ons weten. En we hopen dat je genoten hebt van deze video. Tot snel. Dit was het voor Indie Spotlight. Dankzij Raya. Dag Tom. En nu weer terug naar vrouwenverkrachting. Ik weet niet of we dat erin moeten.